Oké, ik heb dit zeker niet verwacht in Clash Royale. Maar ik heb al ontiegelijk lang geen Clash Royale meer gespeeld. En ik heb ook een supergoed nieuw deck. Jullie zien het nu. Dit is nu mijn nieuwe deck. En jullie zien de Mega-Ridder. Oh my god. Ik heb, sorry jongens, echt heel sorry. Maar bij opdrachten had ik één keer een legendarische koningskist. Ik kon geen video maken, want ik was bij een vriend van mij. Die heet Gilles. En nu zit ik bij een andere vriend. En hij heet Pablo. Nou, wij gaan nu maar spelen. Ik heb met Pablo afgesproken dat we samen gaan spelen. We zitten ook in een nieuwe clan en hij heet de Drie Musketiers. Kijk, we zitten. Kilian, ik ben de leider en ik zit ook het hoogst. Geel, geen idee. Ja, dat is de neef van Gilles. Gilles is mijn vriend. Gilles en Pablo. En ik ga nu samen met Pablo een potje spelen. En er is ook een nieuw seizoen bij Pas Royale gekomen. En ik zit nu al tamelijk ver hoor. Oké, eigenlijk niet echt. Oké, dit is Pablo's deck. En de Mega-Ridder, die vind ik zo chill om te gebruiken. Echt waar. Dat is mijn lievelingskaart. Nee. Sorry. Hoe is dit mogelijk? Hoe is dit mogelijk? Waarom zijn de bananen krom? Echt waar, waarom zijn de bananen krom? Ik zag die pakken ook letterlijk niet uithalen. Ja, echt. Dat is echt Kom, koud. pakken. Meen je het? Oh, Goed zo, hè? lekker, 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 Ja. niet lekker, niet lekker, niet lekker. Rip. En zoals op deze video de, laten we zeggen, 7 likes halen. 7, zou super leuk zijn. Even laten en liefst een abonnee. Ja, en natuurlijk abonneren als je het niet doet. Dan. Oké, maar we gaan verder met de video. En zo meteen, een paar dagen later, dan komt er een video online waar ik de legendarische koningskist ga halen. En misschien divisie 1. Want ik, zoals jullie weten, ik zit al enorm ver in Clash Royale. En ik hoop dus dat we nu gaan winnen. Oh, we hebben een lekker taartje gekregen. En eerste potje heel makkelijk gewonnen. Heel makkelijk gewonnen. En nu gaan we verder met het tweede potje. En ik heb een gouden kist gekregen. Joepie! Oh, bravo. Ik kan hem niet Ik heb ook openen. nog Ja. Oh, oké. Gouden kist. Ik zit echt al enorm ver, want ik heb ook nu in totaal. En ik heb ook de magische boogschutter gekregen. Dat komt omdat ik heb de 35 gehaald in het vorige seizoen. En dan bij deze legendarische bliksemkist of mega bliksemkist. Daar kreeg ik magische boogschutter. En ook bij mijn profiel, hier staat, huldige favoriete kaart, Mega-Ridder. Maar we gaan nu nog eens een potje spelen, 2 tegen 2. Pablo gaat mij weer uitnodigen en meedoen. Zometeen ga ik ook nog een potje 1 tegen 1 spelen. Ik hoop dan dat we het gaan winnen. En kom ook natuurlijk samen in mijn clan. En dit gaat goed, dit gaat goed. Oh, die was niet leuk. Die was eigenlijk echt dom.
Maar die prins is echt heel lekker geplaatst. En ik verdedig met de man die mini-packer, die is echt heel sterk. Dat doet enorm veel damage, dat is wel waar. Die skeletjes, kakzet. Nee, zet je golem aan de andere kant. Dan zouden we misschien twee torens kunnen. Damn it. Heb jij een tovenaar of iets dergelijks? Ja, maar zo. Oh, wacht, ik heb een tovenaar. Ik heb ook een tovenaar, zien. Oh! Heerlijk. Wat gaat dit lekker, jongens. Kijk, toren is al bijna down, zo goed als. En die tovenaar moeten we niet verdedigen. Die verdedigen. Nee. Pablo, zet hem niet neer. Raak die dinges. Zijn hoofdtoren plus zijn prinsestoren. Dus zet hem daar in het midden, ja. Go for it. Verdedigen hem ja. Easy verdedigen. En kijk, nu doen we ook al onmiddellijk veel damage op de hoofdtoren. Nou, ik denk dat ze jou al ziek hoor. Ik ben ook alleen op 12. En normaal was Pablo mijn vriend. Die was normaal alleen op 10, maar iemand heeft Clash Royale dan verwijderd. En dan heeft Pablo hem weer Clash Royale weer opgestart. En dus dan is hij nu alleen maar 8. Maar nu gaat het heel lekker. Verdedig jij hem? Lik de bus. Nou, dit wijze, Gilles en ik, wij zeggen altijd in plaats van like the boss, lick the bus. Ik vind het ook super grappig. Easy win. Ik zet op daar Easy. Ja, oké. Voel die grap. Lach maar. Oh my god. Ik heb boos nog een. Ja, ik ben ook boos. Oké, maar nu gaan we. Nu ga ik eens 1 tegen 1 spelen. Want dit deck werkt enorm goed. Dus ik zeg fighter. Zo'n ding gaan we ook nog eens 2 tegen 2 spelen. Want voor Pablo is het goed voor Pas Royale. Hij is bijna een nieuwe opdracht. Maar we beginnen heerlijk met een mega ridder. Daar zet ik dan ook nog een tovenaar bij neer, want tovenaar vind ik echt zo'n zieke goede kaart. Die vind ik echt een pro. En geeft dit op? Lolle, geeft dit op? Nee, goddammit! Dan meer dat dus. Oh nee, dit is echt kak. Ja, nu mini-pack hoor. Nee, echt waar. Kakka. Psych. Kletjes. Ik zet sowieso met kletjes in mijn hand. Heb je een lot of zet of pijn? Lum. Ja, ik ga nog die ja. Batteren. Nee. Kak. Ik heb zo slecht mijn raket neergezet. Ik kan mijn raket neerzetten, maar niet, toch? Nee, oké. Kak, daar heb ik. Ja. Dan? Oh ja, ik heb nul gelet. Oh. Heeft ze zeker nul gelet. Nee! God damn it. Die verdedigt het gewoon niet. Halleluja. En Pablo die zette gewoon een prins neer en die verdedigde die prins echt niet. Ja, dat was echt zo. Dat is dom. Dat is dom voor mij ook van doen. Oh nee. God damn it. Zo, nee, ik ga gewoon met mijn dings. Met mijn. Oké. Please. Yes! Lekker! Nee, op best pop. What the heck? Oh, nee. Oh. Lick de bus. Jongen, lick de bus. Ik zit. Nu is het precies gelijkspel. Maar ik denk dat. Ja, dat dacht ik al. Nee, maar die gaat zo spelen, hè? Die is alleen hutjes. Ik was daar juist. Dit is zo simpel: win tegen hutjes. Wie met hutjes speelt, die is echt vreselijk.
Want het is niet mijn huidspeel, dat is eigenlijk echt. Ik vond wel dat je speelt. Maar wat zet je hier altijd in? Hutjes. Hutjes en nog eens hutjes. Hutjes en zwaartoren. Nee, echt. Kak, ik dacht dat jij... dingen. Oké, helaas. Tot geloven. Of eigenlijk... Oh, wow, ik vergeet je. Ik heb het wel niet gezien. Ja, oké. Je bent het. Oké. Jij gaat niet winnen. Jij gaat winnen! Ho, ho, ho. Als ik dit echt nog gelijk speel, dan moet iedereen mijn pro noemen. Echt waar. 5 HP. Moet je echt? Ja. Holy moly. 5 HP, echt waar. Zie al die mijn HP. 90 HP? Wait a second. Ja, die baba gaan af. Halleluja. Als ik dit win. Ja. Als ik dit win. 5 HP winnen. Wait a second! 5 HP winnen! Ik heb ook gewonnen, de 3 torens. Ik heb de 3... Halleluja! 5 HP winnen! En mijn... En Pablo heeft een order. Maar echt... 5 HP gewonnen! Echt wat waar! Wat is er in de chest? Wat is er in de chest? Niks speciaals. Ja. En oh, handig! Kom, dit kan nog goed van pas komen. Halleluja, iedereen moet mij nu echt een pro noemen. Welke is het? En ik heb bijna legendarische koeljes en divisie 1. Maar, oh, ho, ho. Check hoeveel je hier echt visser. Dat moet toch legendarisch staan, zo'n vierhoekje. Ja, denk ik ook. Oké. Jongens, nu 2 tegen 2 nog 1 keertje gaan 2 tegen 2 spelen en dan stop ik met deze video. En dan ga ik nog heel veel Clash Royale spelen, want ik wil natuurlijk dat er zo snel mogelijk een nieuwe video komt. Maar ja. Oké. Okay. Ik begin met mijn meegerde van achter. Ja, 3, 2, oh, go for it. Oh, oké. Okay. Oh, is dat een tactiek? Ha, ha. Ha, ha, goddammit. Dit maar, ja, die tovenaars moet niet verdedigen. Headset.io. Nee, nee. Goddammit. Oh, ja, doe dat. Ga kijken of het hier even. Ja. Boom. Oh, lekker. Mooi. Nee. Oké, dit potje skippen, want dit is heel slecht. Potjes kippen. En dan zien we jullie later als dit potje gedaan is. Oké, helaas hebben we deze verloren. Maar nu wordt het ook het einde van deze video. Want ik had niet echt veel opnametijd om op te nemen. Maar dan zeg ik tot een paar dagen later. Hè? Want dan... is de legendarische koningskist er. Maar dan zeg ik tot slot, ik zie jullie later.